Mensen, zijn we weer met Paul Wassenmeter. We hebben inmiddels de skatebaan klaar. En we hebben dus nu weer twee nieuwe dingen die we kunnen gaan schoonmaken. Ik denk dat deze wel in een deel klaar kan. En dit lijkt me dan niet wat in een deel klaar kan. Dus we gaan eerst even de motorfiets poetsen. Dus hebben we nu motorfiets poetsen. Woehoe. Even kijken hoor. We hebben dus nu al heel wat projecten afgerond. En nu krijgen we dit debacle. Nou, dit lijkt me niet zo moeilijk. Dit lijkt me zo klaar. Heel goed. Het is een beetje standaard DS met mijn auto. De wielkast is één deel, dus dat is het meer. Ja, dat is één. Zo. Dat lijkt me niet zo moeilijk om dit helemaal schoon te krijgen. Dit lijkt me ook wel dat het binnen een dag klaar is. Binnen één pompje klaar is. Mits je ook nog weer aan de onderkant moet gaan schoonmaken. Ik hoop het niet. Maar ik denk het wel. Dit is de sidecar, zegt hij. Hier, ik heb de achterlichting ook schoon al. Moment. Er was steeds meer als die kant. Ik ben bang dat je ook nog helemaal de onder moet gaan. Nee toch. Ik denk dat je zo niet helemaal schoon zit. Helemaal schoon. Ik denk dat je de zijkant ook nog moet schoonmaken. Hier daaronder. En die ook nog in de kast zit. Ja, dat is schoon. En die bovenop nog zat niet. Hierboven. Draad nog. Ja. Ik mag hier binnen. Oh, nog binnen. Zo. Ja, stoeltje is schoon. Je hebt nu al zeker dat reed nu. Ja, klaar. Dan kan ik weer. Gaan we nu verder met de motor, hè? De plaats klaar. Eerst even de wiel maar even doen, denk ik maar eventjes. Zo. Die liggen maar weer. Het is wel een mooi spoor trouwens. Hoe kom ik daar nu bij dan? Ik dacht dat dit snel klaar was, maar ik vind het best nog wel pittig trouwens het worden zo. Boven is er nog een beetje smerig. Daar is nog een beetje smerig. Hier is nog een beetje smerig. Even ik schoon laten. De pijp is nog niet helemaal schoon zit. Maar dit is nog steeds niet schoon, zegt hij. Ja, nu is hij schoon. Maar nu alleen nog de binnenkant. Die krijg ik niet schoon, zegt hij. Kom ik daar boven dan? Ik krijg dat stukje niet schoon. Kijk, daar zit zo'n stukje. Kijk, daar zo. Ik krijg het niet schoon, zegt hij. Hoe dan niet dan? Hoe dan? Dan hier zo, nee toch? Ik vind ook dat hij best irritant bezig is dan met dat schoonmaken nu, want... deze kant van de wiel zijn ze schoon, dan zijn ze zeker ook nog de andere kant van de wiel moeten schoonmaken, denk ik. Ja, ik denk het vaak wel. Dan hebben we de as. Oh, ik heb de laatste keer ook mijn auto schoongemaakt, een keer. En, ook in het echt dus. Alleen ik heb dan de achterklep van mijn eigen auto,
Die was, heeft een klein... Ik heb een spoiler op zitten op de auto. Jawel, dat was een super auto. Natuurlijk ook, hè. Alleen, er zit dan zo'n achterklep op. Als je die open doet, helemaal bovenin, zit er zo'n laagje zit daar. En die was helemaal groen. Nou kijk, dat ding was goed schoon. Dan krijg je gewoon niet meer voor elkaar, joh. Het was gewoon drama om dat schoon te krijgen. Nu gaan we even een keer zakken. Wat een gezeur eigenlijk. Al die kleine dingetjes die ik dan moet schoonmaken. Hoe is het getoond, joh? Zal er wat even nog? Ja, achter ook wel zo'n schoonmaker en zo. Dat lijkt me best lastig trouwens. Doe maar eventjes zo, hoppakee. Dan heb ik het klaar. Het wiel is ons irritant trouwens. Dat wiel is gewoon zo, top. Schoon. Schoon, schoon, schoon. 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 Wat dan nog iets schoon? Ja, hier zit nog een klein stukje daar zo. Maar ik krijg dat gewoon niet schoon. Op een andere manier. Op een andere manier krijg ik dit. Ja, die is wel schoon. Top, top. De faring, de fueltank en de swing arm moet ik dan doen. Maar wat is de faring dan? Wat is de faring? Wat is de faring? Wat bedoel je met een faring? Fueltank? Hoezo is het dan niet schoon dan? Wat is een faring? Wat is een faring? Waarom is dan sinds nu niet een fueltank schoon, man? Die is wel schoon. Maar wat is een swingarm? En wat is een faring? Spookset, tire, faring. Ah ja. Maar ja, dat is niet schoon, hè, klopt. Nou, kom maar met de faring, zet maar een ding. Oh, serieus dit stukje? Hier nou een dingetje wat niet goed is trouwens. Oh, dat is ook een faring. Ah. Dan zal je daar zeker ook al niet schoon zitten aan die kant. Ja, zie je wel. Ah. Nou, dat was wel een lang video zo. Dan neemt het onderweg. Dan is niet alles klaar. Nog steeds de farming nog niet goed. Ik zit iedere keer nu bij de verkeerde knop. Lekker. Nog meer. Jongens, hou eens op met dit. Maar hoezo? Nou, heb je nog meer farming dan? Nou, dat is zo klaar, joh. Oh, hier nog meer farming. Nu is het vallen klaar. Net als de swingarm. Handlebar.
Wat is dan de swingbar dan? De swingarm. Wat kan ziet. Ja. Ring. Spoke set. Handing. Headlights. Handlebars. Ja. Hot car. Spoke set. Sidecar. Wat is dan de spring... Wat is dan de swingarm dan? Spoke set. Swingarm. Ja. Ja, zo. Is dat dan de... Is dat dan de... Oh, daar. Hoort niet bij. Dat mag trouwens. Ja, dit is gewoon, joh. Ik krijg de zwerarm, ik krijg dat ding gewoon niet schoon. Nu wel. Oké, duidelijk. Toch, binnen 12 minuten gefixt. Motortje is weer schoon. Dit was bolletje schoon. Bolletje poetsen. Wij gaan nu door naar het volgende onderdeel. Dat is waarschijnlijk dus dat hutje poetsen. We doen het gewoon hutje poetsen. Maar dat zie je dus weer bij het volgende deel van Paul Wasseletta. Dit was motorpoetsen. Is nu klaar. Kun je even abonneren. Geef een bel, blijf op de hoogte. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe serie hier met de Power Simulator. Doei doei! I told him.